Leuk dat jullie kijken naar Artiest van de Week. Vandaag bij mij op de bank iemand die wereldberoemd is in Brabant. Maar pas op, hij is op dit moment ook heel Nederland aan het veroveren. René Schuurmans. Hallo. Hoe gaat het? Ja, ik ben weer heel blij om jou te zien. Nou, ik vind het ook superleuk. Het is altijd een feest als je bij mij in de studio bent. Maar we zien elkaar geregeld. Maar het gaat nu toch wel echt supergoed met jou. Ja, zeker. Ik heb een nieuwe single uit die het heel goed doet. De single Blij dat ik leef. En mijn album, die heet ook hetzelfde. Die doet ook helemaal fantastisch. Dus ik ben heel gelukkig. Ja, je zei net, je hebt het ontzettend druk. Want je zit nu midden in je promotietour. Ja. Hoe ziet een dag eruit? Je bent nu bij mij. Wat moet je straks doen? Straks moet ik naar Hoofddorp, naar een radiostation. En morgen moet ik helemaal naar de Nok van Friesland. Dus vannacht blijf ik overnachten in een hoteltje in Friesland. Want anders, ja, het is niet te doen om 's morgens om 8 uur A2 op te schieten. Bij Den Bosch, waar ik vandaan kom, ja, dat gaat niet lukken. Dus ik blijf dan over. En zo is het elke dag iets. Elke dag druk. Nou, we gaan het met je uitgebreid hebben over je nieuwe single, je nieuwe album. Kortom, stof genoeg om over te praten, maar we beginnen met muziek. En dat is erg leuk, want nou, wat is het nou? 2 jaar geleden of zo zat je in Studio Angela, denk ik? Is het alweer 2 jaar geleden? Ik denk het wel. Het is in ieder geval lange tijd geleden. Toen heb jij deze clip ook aangevraagd. En ik vroeg jou net, waarom weer deze clip? Hetzelfde verhaal. Kan je het nog een keertje vertellen? Zo schattig. Ja, de kleinste van mij, Senna, die is helemaal fan van de Gebroeders Co. Ik hoor er thuis helemaal tureluurs vorm van. Het is heel de dag Gebroeders Co. CD erin, DVD erin. Tom, die belt me wel eens ooit, hè, voor het een en het ander. En ja, dan moet je Senna ook meteen de telefoon, pakt hij de telefoon in mijn hand. En dan heeft hij een gesprek van 1/2 uur met Tom. En dan moet Tom ook nog de toeter op de waterscooter zingen. Ja, nou, dus dan gaan we hem draaien. Speciaal voor Senna moet je wel het dansje erbij doen, hè, Senna? Hier komt de toeter op mijn waterscooter van de Gebroeders Co. Ik heb een toeter op mijn waterscooter, daarmee toeter.
Broeders Co met Toeter op mijn waterscooter. Bij mij op de bank, artiest van de week, René Schuurman. Nou, René, je album, daar hadden we het net al over, dat gaat gewoon heel erg goed. Ik wil een ander woord zeggen, maar ik moet het netjes houden. Het gaat gewoon supergoed met je album. Maar je vorige album, Vanaf Vandaag, die deed ook supergoed. Ja, zeker. Die had zelfs een nummer 5 notering in de album Top 100. Ja, en niet album eventjes, gewoon wekenlang. Ja. En de album Top 100 is toch een internationale lijst waar wereldwijd alle artiesten in staan die op dat moment in Nederland een album uit hebben. Dus heel bijzonder. Ja, en nu komt ik ben benieuwd of ik er nog overheen kan. Nu is deze dan uitgekomen. 27 maart lag die in de winkels. Ja. Wat verwacht je van dit album? Ik hoop natuurlijk een nummer 1 notering. Ja, dan ga ik. Ik heb de spijker al in de muur geslagen. Ik hoop dat ik er 25.000 van ga verkopen. Dan is het goud. Ik denk dat het kan. Nou, en vooral moment, dankzij jou natuurlijk, want iedereen ziet het nu. Hè? Dat komt natuurlijk door sterren.nl. Wij gaan je daarbij helpen, want op dit moment staat hij op 10. Ja. Want ja, we hadden het er net al over, hoeveel moet je dan nog verkopen? Wil je die nummer 1 positie bereiken? Maar dat is een beetje onduidelijk. Hè? Dat is voor mij onduidelijk. Al die tellingen komen bij elkaar op een gegeven moment. En dit is een tussenstand. Maar hoe dat precies geteld wordt, dat is mijn werk niet. Nee. Hoe belangrijk is het voor een artiest om een nummer 1 notitie te krijgen? Ja, het is natuurlijk niet het allerbelangrijkste. Ik had dan de vorige keer een nummer 5 notering. En het allerbelangrijkste is dat mensen mijn liedjes leuk vinden. En dat ik daardoor kan optreden in het land. In elke feesttent op de hoek. Dat is voor mij eigenlijk het allerbelangrijkste. Maar het is natuurlijk wel heel belangrijk dat die plaat zichtbaar is in die album Top 100. Dan tel je tenminste mee. Vind je het ook belangrijk dat andere artiesten jou goed vinden? Jawel. Nou, dat vlijt me wel altijd. Ja? Ja, dat vlijt je wel? Oh, nou, ik heb onder de artiesten wel heel veel fans. Marianne Weber onder andere. En zijn er toch wel. Ja? Ja. Je hebt veel fans? Ja. Ik weet wel zeker dat je heel veel fans hebt. Kijk maar even mee. Oké. Hallo René. Wij wensen jou heel veel succes met je nieuwe album. En zorg dat die op 1 komt, hè? En mogen wij er alsjeblieft eentje hebben, naar de hand? Hi René. Ik wens jou heel veel succes met deze fantastische CD. Ik heb hem inmiddels geluisterd. Ik heb hem ook mogen uitreiken. En ik vind hem helemaal te gek. En in mijn ogen ben jij de beste zanger van Nederland. En wat ik eerder al zei, jij verdient de Edison. Je kent ons wel, René. Wij zijn Carla van Leon. Tada. En we wensen jou ontzettend veel succes met je nieuwe album. We zijn erg benieuwd. We gaan hem zo horen. Ja, en we zullen elkaar zeker ook het komende jaar weer veel blijven zien en tegenkomen in het land. En ik zou zeggen, René, waar je gaat, we blijven je volgen. Ik ben erg benieuwd wat je hebt gemaakt met die prachtige stem. Succes. Hey René, ik wens je gigantisch succes met je nieuwe album. En dat het maar zo succes worden als al je vorige liedjes. Al je singles waren top. Je maakt met Kees echt wereldproducties. We zitten in dezelfde studio. Maar ik wens je al het goeds. En als je zo doorgaat, ja, je weet, je bent de topper en je blijft de topper. Dus kan me jou niet mis. Maak er wat moois van. En een hele mooie tijd met je nieuwe album. En succes man, ik zie je snel. Ja, fantastisch toch? Leuk, ik krijg toch? Een brok van in mijn keel. Ja? Is die weg? Flik hem snel weg, want ik wil het niet meer weten. Ja, nee, helemaal geweldig. Ja? Hartstikke leuk om te zien. Ja, want het lijkt me toch belangrijk dat de artiesten je ook een hart onder de riem steken. Want hoe lang ben jij nou al bezig, René? Echt al heel lang. Nee, nog niet zo lang eigenlijk. In 2004 had ik mijn allereerste single volgens mij. Dus ja, een jaar of 5. Oh. Dus dat is best snel. Ja, voorheen had ik, ik ben al een tijdje zanger geweest, maar gewoon coverzanger. Ik zong. Met je zus toch? Heb je... Ja, ook. En, maar ik zong dan gewoon de liedjes van dat moment. Mm-hmm. Wat een hit was, dat studeerde ik in. En dan ging ik dan zingen. Coverzanger noemen ze dat. Toen kwam ik op het idee om mijn eigen repertoire te gaan doen. Dus blij dat je toch die keuze hebt gemaakt om solo te gaan? Ja. Ja, maar begint nu toch wel echt zijn vruchten af te werpen. Ja, ja zeker, zeker. De tand destijds gaat ook meewerken. Natuurlijk, in het begin is alles moeilijk. Mm-hmm. Dus het starten is moeilijk, maar ik denk, alle mensen die van Nederlandstalige muziek houden, die kennen René Schuurmans. Dus dat heb ik al bereikt. Ja. Toch? Ja. Nou, en ik wil net zeggen, ik bedoel, je hoeft nu maar de televisie aan te doen of ik zie René. Ja. Niks mis mee, een prachtige man op de televisie, helemaal leuk. Maar dat is toch wel anders geweest. Ja, natuurlijk. Wat ik net al zei, alle beginnen is moeilijk. En op een gegeven moment pikt de media pikt het ook op. Maar hoe sta je daar dan in? Ben je dan helemaal met je hoofd in de wolken? Denk je, oh my god? Of maak je het allemaal bewust mee? Ja, maar ik vind het natuurlijk wel heel erg. En vooral in het begin, als ik op de vrijdagavond voorbij kwam bij Tros Muziek op het Plein. Ja, dan zat ik wel te shaken voor de tv, omdat het er allemaal wel netjes op stond. Ja. Ja, zeker, zeker. Dus in het begin is het wel heel spannend.
En in die tijd ging ik in het weekend ook nog wel eens ooit op stap. En dan hoor ik mijn plaat in het café voorbij komen. Dacht, denk je, hey, dat is toch vreemd. Dat ben maar ik. Alles went. Ja, ja. 24 en 25 maart had je je albumpresentatie. Waarom 2 dagen? Waarom 2 dagen? Omdat er heel veel vraag naar was. En ik heb er eentje in Nijkerkerveen gedaan en eentje in Brabant. Dus ik heb het een beetje verspreid door Nederland. In Nijkerkerveen zit je vlak bij Hilversum. En daar komt de media komt dan toch sneller. Afijn, dat blijkt wel. Mm-hmm. Jullie waren er en Boulevard was er en een hele hoop radiostations en fotografen. Alleen Joop van Delling heb ik niet gezien. Ja, maar die verstopt zich altijd in een prullenbak of iets. Hè? Dus die is er vast wel geweest, je hebt hem gewoon niet gezien. Okay. Nou, we gaan de muziek in gooien, Nick en Simon. Ja. Dan moet je hem anders even zelf aankondigen. Ik heb net toeter op mijn waterscooter gedaan. Doe jij Rosanne? Nou, dit is de clip van Nick en Simon. Rosanne. Simon met Rosanne. Nou, we gaan gewoon weer verder over het album. Blij dat ik leef, heet hij. Nou, je hebt veel veranderingen doorgemaakt. Je hebt een nieuw management, een nieuwe platenmaatschappij, een nieuw album. Hoe vind je dan nog tijd voor je gezin? Nou, dat maakt niet uit. Ik heb wel alles gewisseld, dat klopt. Ik heb een nieuw management. Hetzelfde manager als Nick en Simon en Jan. Mm-hmm. En de platenmaatschappij, ja, dat is eigenlijk wel alleen maar een grotere platenmaatschappij. Dus ja, hetzelfde als je voetbalt bij een klein clubje. Hè. Je kunt gaan voetballen bij een grotere club. Ja, dan zou je natuurlijk dom zijn om dat niet te doen. Mm-hmm. Dus, ja, dat is toch wel een kroon op het werk wat ik de afgelopen 4 jaar gedaan heb. Maar ik heb, moet ik op pad als mijn kinderen alle bed liggen. Dus, mm-hmm. En als ze slapen, missen ze me niet. Tenminste, dat hoop ik niet. Maar we doen er nu lacherig over. Maar is het niet zwaar ook voor jou? Want je wil dan ook natuurlijk gewoon de vader zijn voor je kinderen die je wil zijn. Maar daarnaast wil je ook René Schuurmans, de grote Nederlandse artiest zijn. Ja, ik heb eigenlijk een dubbel leven, ja. Ja. Klopt. Ja, ik probeer er wel altijd tijd voor te maken. Ik ben af en toe wel eens zondag vrij. En ik ben natuurlijk door de week, ik zit nu in die promotour. Dus nu op dit moment heb ik het heel erg druk. Dus ben ik niet vaak thuis. Maar als we daar gewoon het album, als we daar ons werk
voor gedaan hebben, dan wordt het alweer rustiger. En dan ben ik door de week, ja, dan ben ik op de woensdagmiddag ook vaak thuis. Mm-hmm. En welke vader is nou op de woensdagmiddag thuis? Dus het is, ja, ik kan het wel combineren en ik hoor ze nog niet mopperen. Dus, Nee. Nee, je hoort ze nog niet mopperen. Maar er is, wij hebben een primeurtje. Hè? We gaan zo meteen een stukje laten zien van jouw docu-soap. Ja, ik ben heel benieuwd, want ik heb het eigenlijk nog niet gezien. Maar waarom heb je een docu-soap gedaan voor jezelf? Die docu-soap, ja, ik vind het wel leuk dat mensen weten wat ik in het dagelijks leven doe. Mm-hmm. En het is eigenlijk een docu-soap op weg naar een concert wat ik ga doen in september. Dus. Ja, nee, ik ben heel benieuwd. Ik vraag het omdat het dan natuurlijk nog een stukje drukker wordt. Ja, je bent dan wel weer iets meer bij je kinderen, hè? Want je neemt dan nu gewoon de camera's mee. Ja. Maar het is allemaal heel erg zwaar, maar ook heel erg leuk. Jij hebt het nog niet gezien, nee. Ik wel. Dus we gaan nu met z'n allen kijken. Okay. Heel klein stukje. Goedemorgen. Echte kippenboer zo, hè? Ik wil wel honger hebben. Op een lentemorgen, het dauw stond op mijn fiets. Kocht even snel een lotje, ook al win ik meestal niet. Ze zeggen wel eens ooit dat de baas op de hond gaat lijken. Ik hoop dat het in dit geval niet uit gaat komen. Echte vrienden heb ik maar, ik heb er maar een paar. Maar jou als vriend wil ik erbij. Ik vond het echt heel mooi van jou, dat je zei ik hou van jou. En toen je vroeg aan mij, wil jij mijn vriend zijn? Ik wil niet aan van vrienden. En dan moet jij zeggen, sapper de vlam. Ik heb de Ik denk dat ik nu wel wat kan maken. René! René! Goedemorgen. Goedemorgen. Het is rond 11 uur, dus het kan al wel. Nou, ik kom eraan. Oké, koffie staat aan. Okay. Tot zo. Nou, hoe was dat voor jou om terug te zien? Ja, lachen toch? Dus zo word je, zeg maar, het was 11, ik wilde zeggen, laat in de middag wakker gemaakt. René. Ja. Ja. Nou, lekker dat ze je wel even zo de tijd gunt om even bij te komen. Ja, ik heb, vorig jaar heb ik een huisje bijgebouwd. En daar slaap ik dan in het weekend. Want ik kom s'nachts heel vaak zo rond 3 uur, 4 uur kom ik dan thuis. Mm-hmm. Nou, voorheen maakte ik dan heel het gezin wakker. En 's morgens vroeg om 7 uur stonden de kinderen bij mij op bed te springen. Dus ja, ik dacht, daar moet ik toch een oplossing voor vinden. En, ik heb een huisje, langs mijn huis heb ik nog een huisje gebouwd. En daar slaap ik dan in het weekend. Zodoende dat ik mijn kop uit het dak aanstak. Hallo! Het werkt perfect, moet ik zeggen. Waar mogen de camera's niet bij zijn? Laat je alles filmen? Ja, toch wel bijna alles wel. Jawel. Ja, maar we mochten je niet zien hoe je dan in je bed lag, zeg maar. Dat dan nee, liever niet. Nee, dat vind ik dan net de grens. Kijk, maar dat zijn nou de dingen die wij, dames, willen zien, René. Ja, ja, dan krijg je misschien wel goede kijkcijfers. Ja, nou, ja. Ja, nu heb je het verpest. Nu is het al. Als je nou had gezegd, nou ja, er zit misschien nog nou, wel zo'n scène misschien, in. Misschien met de volgende aflevering dan. Ja, precies. Zullen we Judith doen? Ja, is goed. Dat is misschien wel leuk, want jullie zitten bij hetzelfde platenmaatschappij. Ja, klopt. Nou, en Judith heeft de Academy gewonnen, toch? Ja, de Sterren.nl Academy. Ik vind het een echt talent. Nou, dat hebben wij goed ontdekt, hè? Jazeker. Hier is Judith met meer. Je hand door je
WNL Academy winnares Judith met meer en bij mij op de en bank. En terecht hoor. Ja. Ja, zeker. Terechte winnares, hè? Ja, vind ik. Je hebt haar al vaker ontmoet, wat vind je ervan? Ja, al verschillende keren. Ze is een hele spontane meid en ze kan goed zingen, vind ik. En ja, ze is heel spontaan en ze brengt het leuk. Concurrent voor jou? Nee, helemaal niet. Helemaal niet. Nee. Nee, sterker nog, ze zou heel graag hebben dat ik voor haar een paar liedjes zou schrijven. Maar daar heb ik op dit moment heel weinig tijd voor. Maar ik wil het in de toekomst wel een keer gaan proberen. Okay. Heel eventjes terugkomend op je docu-soap. Want we hadden het er net eventjes over. Ik zag de mooie klompen. Is dat iets wat je in het dagelijks leven doet als je thuis bent? Of je klompen nee, lopen? Nee, dat is wel eigenlijk meer een grapje. Ik skiet ze 's morgens wel eens ooit aan. Mm-hmm. Want het is natuurlijk wel makkelijk. Het zijn makkelijke inschieters. Maar het is niet zo dat ik thuis de hele dag op klompen loop. Nee, nee? Zo erg is het niet. Maar het is wel een beetje traditie. Het is toch echt een. In heel Nederland, in heel de wereld loopt niemand op klompen. Het is alleen Nederland. Dus ik wil toch wel een klein beetje de traditie voortzetten. Wanneer kunnen mensen de docu-soap bekijken? Binnenkort. Ze zijn er nu druk mee bezig om het natuurlijk zo mooi mogelijk te maken. Mm-hmm. En ik denk binnen nou en een paar weken toch wel. Oké, nou je laat het ons weten. Hè? Dan kunnen wij het even op www.sterren.nl plaatsen. Zeker. En dan zorgen wij voor de kijkers. Okay. Is dat een goede deal? Fantastisch. Het is tijd voor de prijsvraag. We hebben het al de hele tijd gehad over dit nieuwe album van René Schuurmans. Een heerlijk album. En als je Blij dat ik leef ook zo'n leuk nummer vindt, nou, dan moet je deze zeker in huis gaan halen. Of je kan meedoen met de prijsvraag en dan kan je hem gewoon winnen. Want we geven er 5 weg. Maar dan moeten ze wel antwoord geven op de volgende vraag. Nou, jij hebt een vraag bedacht. We hadden eerst een andere. Maar dan zei je, nee, die wil ik niet. Ook goed. Ja. De vraag is, hoe heet track 6 van mijn nieuwe album Blij dat ik leef? Track 6. Hoe heet die? Nou, mocht jij het antwoord weten, ga naar onze website www.sterren.nl. Geef antwoord op de vraag, hè, welk nummertje 6, hè, welke titel heeft dat? Het duurt in ieder geval 3 minuten 22. We hebben het erover gehad in de show. Nou, meer hints kan ik niet geven. Dus geef gewoon antwoord op de vraag. En wie weet pikken we jou eruit en win jij dit album. Ga je eens even signeren ook voor ons? Zeker. Ja, dat is misschien wel leuk. Dan is het nu tijd voor Fluitje Beschuitje. Is dat zo? Ja, ik pak het er eventjes bij. Jij krijgt namelijk van mij 2 beschuitjes. En die moet je zo snel mogelijk opeten. Niet zo angstig naar me kijken. Is dat echt zo? Het is echt zo. Die moet je zo snel mogelijk opeten. Ja. En de tijd die je moet kloppen is 1 minuut 1. Chris Lucas staat op 1. En ik wil heel graag dat jij op 1 komt. Dus je weet wat je te doen staat. Wanneer gaat de tijd in? Even wachten nog. Ik moet je daar nog wel iets bij vertellen, want op het moment dat je deze op hebt, is het nog niet voorbij. Je moet namelijk zo snel mogelijk fluiten. Dat is wel de bedoeling. Oké. Ja, dus deze opeten zodra jij denkt, oké, het is op en ik kan fluiten, stoppen we de tijd. En dan ga je dan even aan de kant zitten? Ik ga aan de kant. Ruitenwisser. Ik ga aan de kant, ik geef je die. Als jij er klaar voor bent, in 3, 2, 1, go! Ja, want Chris Luca die staat nu al, wat zal het zijn? Pak hem mee, 4, 5 weken. Voor mijn gevoel in ieder geval. Al op 1. Niks te nadelen van Chris, maar het is gewoon tijd dat iemand hem van de troon stoot. En ik denk dat jij dat gaat worden. Nee, je krijgt niks te drinken. Ook niet inademen hoor, dat schiet dan in je keel. Dat is zo vervelend. Je begon goed, je moet wel de snelheid erin houden hoor, nee. Ik krijg hem weg. Ja, je krijgt hem weg, jawel. Gewoon hup, 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 naar binnen, slikken. Goed zo. Mooi, hij is weg. Dat is heel snel. Fluiten. Niet lachen. Je verspilt kostbare minuten. Ja, hij komt eraan. Nee. Kom snel. Ja, ik zeg stop de tijd. Dat heb je nog redelijk snel gedaan. Denk je dat je dat valt tegen? Nou, ik echt waar. 1 minuut 1, Chris Luca. Ik weet ook niet hoe hij het zo snel heeft gedaan. Denk hoe lang, je dat je sneller hoe lang, was? Hoe lang was mijn tijd? Ja, dan ga ik je nu vragen. Denk je dat je sneller was? Of? Nee, denk ik niet. 1 minuut 13. En hij had? 1 minuut 1. Knap hoor.
Ja, hij was gewoon bloedserieus. Heel fanatiek. Hup, naar binnen schuiven, niet lachen en gelijk fluiten. Helaas, René. Ja, gelukkig ben ik in andere dingen beter. Ja, ja. Dat heb je dan wel weer mooi gezegd. We gaan muziek doen en dan ga ik wat drinken voor je inschenken. Hier is Alex met Ziggezaggen. In het weekend weer een feest gehad. Er was daar veel verdiend. De muziek die stond weer oer het hart. En we dronken liters bier. Toen kwam daar de politie aan, die zei het feest is uit. Het is tijd om nu naar huis te gaan, maar toen zongen wij luid. Ziggezaggen, ziggezaggen, hey, 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 we gaan nog niet naar huis. Ziggezaggen, ziggezaggen, hey, 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 we zetten heel de tent op de kop. Ziggezaggen, ziggezaggen, hey, 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 we gaan nog niet naar huis. Ziggezaggen, ziggezaggen, hey, 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 want moeder is niet thuis. Mijn vrienden waren ladden zat. Ze maakten echt een rel. We zijn toen in de kraag gevat en we moesten in de cel. Maar ik had niets fout gedaan en vroeg aan die agent: kunt u me dan niet laten gaan? Toen zei hij heel attent: ziggezaggen, ziggezaggen, hey, 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 we gaan nog niet naar huis. Ziggezaggen, ziggezaggen, hey, 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 we zetten heel de tent op de kop. Ziggezaggen, ziggezaggen, hey, 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 we gaan nog niet naar huis. Ziggezaggen, ziggezaggen, hey, 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 want moeder is niet thuis. Hey, mag ik nou nog niet naar huis? Ik heb toch niks gedaan? Ja, zij wel, maar ik niet. Ja, ze zijn wel op lachen, maar ik wil gewoon naar huis. Ja. Ziggezaggen, ziggezaggen, hey, 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 we gaan nog niet naar huis. Ziggezaggen, ziggezaggen, hey, 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 mijn moeder is niet thuis. Ziggezaggen, Alex, waarom komt hij voorbij in jouw clipkeuze? Omdat ik er ook in zit. Heb ja, je gezien? Oh, dat dacht ik al. Ik dacht het al. Ja, dat was tijdens ergens een optreden. En daar had hij die cameraman bij. En hij vroeg, wil je meedoen aan de clip? En ik was ook benieuwd hoe hij eruit zag. Dus, nou, zo is goed gekeurd. Ja, goed gekeurd, hè? Hoe, jouw album Blij Dat Ik Leef. Wat is jouw favoriete nummer? Er staan 11 nummers op. Welke, waar ben je het meeste trots op? Op Lieve Lotte. Ik ben ooit begonnen met feestliedjes schrijven. En dit is eigenlijk het eerste Middle of the Road liedje wat ik geschreven heb. En, mm-hmm. Dat is voor mij weer een stapje erbij. Is dat dan je volgende single? Ja, dat is mijn volgende single. Echt? Ja. Dat vertel je gewoon hier even zo. Ik denk je gaat er een beetje omheen, maar wat leuk. Ja, dan gaat mijn nieuwe single worden. Ik ben benieuwd of mijn single Blij Dat Ik Leef, die staat natuurlijk de komende tijd nog in de lijst. En zo gauw als die weggezakt is, dan is de Lieve Lotte is de wordt volgende de single. Wordt de volgende. De lente staat voor de deur. Het is een vrolijk lenteliedje, dus ik denk dat hij het ook wel goed gaat doen. Oké, okay, nou mooi. Nou, blij dat wij dan toch ook hier een primeur te pakken hebben bij sterren.nl. Tot slot, wat wil je nog allemaal gaan bereiken? Heb je nu dat het zo goed gaat nog dromen? Nou, ik ben sowieso heel erg blij met wat ik de afgelopen jaren bereikt heb. Ik heb er een paar stappen bij kunnen doen. Mensen die van Nederlandstalige muziek houden, die kennen me allemaal. Ik wil nog wel een heel groot concert gaan doen in september. Mm-hmm. Er komt een feesttent bij mij in het dorp te staan waar 6000 mensen in kunnen. En dan wil ik weekend gaan doen. Ja, feest in de achtertuin van René, ja, of zo? In mijn achtertuin. Ja. Ja, die tuin is niet van mezelf, die is van mijn buurman.
Dus ja, dat staat nog in de planning. En voor de verdere rest ben ik, een gelukkig mens, moet ik zeggen. En in dat concert, ga jij daar alleen optreden? Ja. Of ga je nog met artiesten? Oh, ga ik alleen doen. Ga ik helemaal alleen doen. Ik heb het in 2006 al een keer gedaan. Mm-hmm. In Sportpaleis de Maaspoort. Dat trok ik binnen no time 4.500 mensen naartoe. Bijna zonder reclame. Dus ik ben ervan overtuigd. Dat we dat dadelijk in september, 18 en 19 september. Ik zit nog te wachten op de vergunning van de gemeente. Ja, dan willen we 12.000 mensen naartoe trekken. En ik hoop dat het allemaal goed te lukken. Nou, super. Nou, nu nog de gemeente even opschieten. Zorg voor die vergunning. Dan kunnen wij allemaal naar een feestje in de achtertuin van René. Nou, we hebben de hele tijd over je nieuwe album gehad. Het is dan ook gewoon tijd dat we je nieuwe single gaan draaien. Blij dat ik leef. Heerlijk vrolijk liedje. Ik ga wel afscheid van je nemen. Ik vond het ontzettend leuk dat je hier op de bank wilde plaatsnemen. Dankjewel. Nou ja, het is dan denk ik ongeveer 2 jaar geleden. Zullen we afspreken dat het niet meer zo lang gaat duren? Zullen we 2 weken doen? Over 2 weken zie ik je weer. Oké, dankjewel. Afgesproken. Artiest van de week, René Schuurmans. Hier met zijn nieuwste hit. Doe het zelf maar. Gewoon zelf aankondigen. Blij dat ik leef. Blij dat ik leef. Bedankt voor het kijken. Doeg. Ik voel me vrolijk, ik ben vrij. De zon in mijn leven, dat ben jij. Sinds dat ik bij je ben, heb ik weer zin in het leven. Ik wist niet wat me overkwam, toen ik je zomaar tegenkwam. Is er een reden voor, dat wij elkaar daar toen zagen? Was het een hogere macht, die ons in die nacht heeft samengebracht? Sinds het moment dat jij hier in mijn leven bent. Je bent mijn zonneschijn, mijn lust en mijn leven. Ik voel de vlinders in mijn buik, of ik een nieuwe lente ruik. Sinds dat ik bij je ben, heb ik weer zin in het leven. Was het een hogere macht, die ons in die nacht heeft samengebracht?